En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. We zijn in Slagharen inmiddels. En ik ben eindelijk aangekomen. Hier, heb ik mijn zus. Kom ook even in de vlog. Oh, wat is dat nou? Maar waar ben je te liggen, hè? Nou, oh, hier komt er nog één aangelopen. Veel plezier nog. Kijk. Houdi. Houdi. Nou, ze hebben er geen zin in vandaag. Hey, het reuzenrad. Ja, even bijvullen dat ding. Ja, ik zal hem eens even lekker bijvullen. Ik ga dus even lekker aan de milkshake. Zo. Oh, dan moet ik wel even 2 euro hebben. Ja. Ja, het is niet gratis. Het is ook weer allemaal hetzelfde weer. Nou, moest je die 2 euro eruit halen. Ik heb dat. Hallo, kom even bijvullen, ja. Alle kleuren? Ja, alle kleuren. Oh, het is geen zelfservice meer. Vroeger was zelfservice. Oh, dan moet je verderop zijn. Oké. Ik heb gewoon alle kleuren genomen. Kijk. Oh, wacht. Filmen, zo. Eeyo. Hoppa. Ja. Hoppa, zo. Nou, meer slispupje van deze week. Zal ik even filmen. Kijk, allemaal verschillende kleuren allemaal. Ja, moet ik wel het dopje eraf halen. Lekker hoor. Nou, hier het reuzenrad. En daar heb je Goldrush. België en mij. Het is niet druk. Het is nog niet druk. Ja, het is een slispuppy. Ja, hier is hij weer gesloten. Het is erg druk. Ja, het is een man, ik struikel over de mensen heen hier ook. Naar de wijnstreet heen. De Wijnstreet. Nou, het is meer de Leegstreet. De Leegstreet. In plaats van de Meestreet. Hey, jij hebt hem trouwens nog bij je, je cowboyhoed. Nee. Geen ruimte meer. Het is een cowboyhoed niet meegenomen. Ik heb hem meegenomen. Dus er zit zoveel kleding bij dat ik geen cowboyhoed mee kan nemen. Oh, wacht even. Hou eens vast. Kijk. Met geluid. Wee! Doe niet leuk dan. Jongen, jongen. Vind je niet leuk? Ja. Sheriff Jan. Sheriff Jan. Godzin. Weer dat dopje erop. Blijf daar zo'n dopje af. Je zit elke keer aan dat dopje te trekken. Nou. Zo, en nou staan we voor de nieuwe ingang. Ze hebben de oude ingang met die overkappingen hebben ze verwijderd. En ze hebben een hele complete nieuwe ingang gemaakt. En dat is misschien wel even leuk om even te filmen. Zo ziet de ingang eruit. Echt heel mooi gedaan. En als je dan 's ochtends het park in komt, kunnen Renny en Rosie je op het balkon verwelkomen. Dit zijn de ingangpoortjes van Slagharen. En ja, dit is de nieuwe ingang dus, jongens. Echt mooi gedaan. Speciale ruimte voor rolstoelen en kinderwagens. En dit is de nieuwe ingang van Slagharen. Dus het is best wel heel erg mooi geworden. Het was wel aan vervanging toe. Het is wel ontzettend leuk. Hier is de guest service, die zit er nog steeds. Ik dacht dat ze die ook weggehaald hadden, maar die is er nog. Dan heb je hier nog een poortje. Loopt dan zeg maar onderdoor. En dan
kom je hier bij de detectiepoortjes en dan kan je naar binnen toe. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik denk, ik zal het even filmen. Dat is wel leuk. We lopen even door. En dan gaan we eventjes kijken. Ja, oh, ik word alweer gebeld. Ja, ik kom eraan. Ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik zie je al staan, Dombo. Je moet achter je kijken. Kijk, daar kom ik al aan. Tjonge, wat een Dombo, hé. Tjonge, jonge, jonge. Is die me alweer gelijk kwijt? Is die alweer gelijk in paniek? Nou. Het kabelbaan. Met het bekende waterval. Bekende... Nou, dan heb je dan nog die shooter. Dus dat is eventjes op het ogenblik. We zijn in ieder geval weer aangekomen. 2 uur in de file gestaan. Of 2 uur erover gedaan. Of drie uur over gedaan. Allemaal aardige files hadden we. Moet ik allemaal weer knippen dit. En gaan we nou naar het huisje toe. Hier de hopla hoppers. Draaimolen. En dan zit een beetje zo. Een beetje alvast hoe het park eruit ziet. Hehe. Ik zweep me nou ook kapot. Ik heb er maar een klein stukje gelopen. Ik ben nou helemaal moe. Ja, waar gaan we heen? Oh, ga jij in mijn gradenhuis? We gaan in mijn gradenhuis. Jan heeft de leiding altijd. Jan heeft altijd de leiding. Jan wil altijd de leiding hebben. Hè? Jan wil altijd de leiding hebben. Jan, je wil altijd de leiding hebben. Ik wel. Ja, zie je. Hij wil altijd de leiding hebben. Hè? Nou, af en toe. Als er maar gebeurt wat ik zeg. Oké, okay, nou, we hoeven niet alles te doen als we maar wel naar hem luisteren. Vandaar. Nou, dit is deze keer eigenlijk dat ik een vlog. Vorige keer had ik ook, natuurlijk vorig jaar had ik ook gefilmd. Maar toen was ik amper in beeld. Alleen een beetje van het filmen alleen. Ik had zelf niet echt dingen ook uitgelegd en zo. En dat wil ik deze week wel gaan doen. Hallo. Ik word alweer ontzettend aangekeken omdat ik aan het vloggen ben. Maar ja, dat moet gewoon kunnen. Nou, hier hebben we dus de Nevada huisjes. Een stukje verderop zitten wij. En dan kom je nou bij de Nevada huisjes. Dat zijn zeg maar de oudere type huisjes. Die achter het reuzenrad, die zijn allemaal weg. Ik heb in de livestream heb ik al een stukje, ik heb net heel even 5 minuten gelivestreamd. Heb ik al een stukje laten zien. En die zijn gewoon allemaal compleet weg. En dan ga ik ook nog wel even filmen. Ik ook nog wel even in een vlog. Neem ik dat nog wel even een keertje op. Maar deze huizen staan er allemaal nog. Zijn allemaal gerenoveerd. Allemaal verschillende kleuren allemaal. Blauw en wat is dat voor kleur? Grijsachtig. Groen. Lichtgroen. Allemaal... bonte kleur allemaal, hier nog een rode. Dus dat is allemaal, allemaal gerenoveerd allemaal. Ja, huizen zijn natuurlijk best wel ouderwets zijn ze. Dus op een gegeven moment was er wel enige renovatie nodig. En het is die oude huisjes bij de Reuzenrad, die waren echt te oud eigenlijk. Want ik heb wel eens een vlog van iemand gezien die achter het Reuzenrad zat. En die was niet echt te spreken, want daar waren, hoe heet dat? Dat was eigenlijk het, een grote bende was het, met allemaal schimmel op de muren en zo. En deze huizen zijn allemaal gerenoveerd, dus deze hebben er niet zo last van. En verderop had je een brug, die hebben ze ook al gesloopt, die hebben ze ook... januari of zo weer weggehaald. Daarna hebben ze de huisjes afgebroken bij het Reuzenrad. Waar gaan we heen? Welke kant op? Welke kant motten we op? Ja, in mijn gradenhuis. In mijn gradenhuis motten we. Nou,
Nou, ik zal het maar eens vragen, want anders dan zegt hij dadelijk weer van ja, je moet naar me luisteren. Helemaal. Als je maar niet naar me luistert. Ja, je hoeft niet naar me te luisteren als je maar doet wat ik zeg. Als je maar doet wat ik zeg, kijk, zie je, zo is het. En ik heb geen haast als je maar opschiet. Ik heb geen haast als je maar als de wielerwagen opschiet. Ik heb geen honger, maar we gaan zo wel eten. Maar we gaan zo wel even wat bikken. Ik heb even een drankje neergezet. Heb je een dronkje neergezet? Ja, lekker jongen. Oh, we gaan weer lekker. Even zien, we gaan weer even een lekker dronkje gaan we even doen. Ja, dat is zeker. Even de doorstress hoor. Ik hoef nou niet meer te rijden, dus. De coke even pakken. Even de coke erbij pakken. Dan weet ik al wat voor drankje het waarschijnlijk is. Ik weet waarschijnlijk al wat voor drankje het is. Ja, dan moet ik even die verzinnen. Ik weet het zelf niet meer, maar ik laat het je wel even zien. Het zit cola zit erin. En er zit ook een heel klein beetje ander spul zit erin, zeker. Ja, die doen we erbij, hè? Die doen we erbij, ja. Dat is een of andere, dat heet iets van rum of zo heet dat. Captain Morgan. Dat hebben we ook al zoiets, maar. Oh, heb je nou weer wat anders? Kleine flesjes. Heb je nou weer raki of zo gekocht? Je bent ook een oude zuiplap ook, hè? Ja, hij zit weer aan de alcohol. Dus, hè? De markt eraan kwam, dus hij nee, nou, in de vakantietijd moet je voorraad aan. Precies, maar in de vakantie moet dat kunnen. Even naar Gal en Gal. Nou, kijk eens. Ja, voor je moeder hebben we natuurlijk een stroopwafeldrankje. Een stroopwafeldrankje, zo. Jongen, lekker, ze wordt weer verwend. Lekker, ze wordt weer verwend. Ze wordt weer verwend. Voorgeproefd, hè? Ja, eens even kijken hoor. Het is allemaal druk overal. Ja, het is zeker. Het is toch wel nog wel aardig wat mensen hier in het park. Zeker wel. Dus we gaan eens even kijken. Dan gaan we zo eens even lekker drankje nemen en een beetje. Happy eten. Gaan we happy eten dan? Ja. Gaan we happy eten dan? Lekker. Ja, lekker hoor. Lekker happy eten. Lekker hoor. Ja, heb je wat verzot op speklapjes? Oh, lekker. Gemarineerde speklapjes. Lekker hoor. Lekker. Hé, hier heb je 157, hè. 158. Hebben we al bingo? Bijna. Moeten er nog twee? Ja, ik zit gelijk even te kijken hoe ik moet lopen, want anders dan liep ik helemaal verkeerd, weet je wel. Vorig jaar liep ik helemaal verkeerd. Je zou jezelf verdwalen, hè? Ja, daarom. Ja. Nou, dan ga ik hem weer even neerleggen en dan schreek jullie dan wel dadelijk weer hoor. Zo, en dan zijn we weer bij het water aangekomen. Ik wil nog even deze kant eigenlijk nog even een rondje lopen. Die zijn we nog niet geweest. Hier de waterplas. En dan ga ik daar lekker afsluiten. Want ja, het is alweer avond. Oh, ja, dus dan gooi je ook weer alles neer. Hè. Dan gooi je ook weer alles neer. Nou, we gaan nog even een stukje vloggen hier. Oh. En hier heb je die tower, die toren. Freefall toren. Nou, wat hebben we nog meer? Hier heb je zo, een hoop herrie. Nou, hier heb je schommel dingetjes. Gunfighter, catapult capers, weet ik veel wat allemaal. En hier heb je de Ripsaw Falls. En hier heb je die gekke dingen. Ja, hier kan ik ook een mooi afscheidsshot maken. Ja. Hier kan je dus ook een mooi afscheidsshot maken. Zo, hè. Zo. Ja, dat ziet er wel mooi uit. Nou jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was de allereerste vlog. Er komen natuurlijk nog heel veel vlogs komen eraan. Dus hou zeker weten mijn kanaal in de gaten voor leuke video's. Deze week in attractiepark Slagharen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, doe het duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex voor hele leuke video's. En ik zou zeggen, doe even het duimpje de lucht in. En dan zou ik zeggen, druk ook op het belletje, word jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Bedankt allemaal voor het kijken en ik ga hem aan deze kant neerleggen. De groetjes van deze kant allemaal vanuit Slagharen. En ja, tot morgen maar weer hè. De groetjes allemaal.
En jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe. Pas.